Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Fijn dat we allemaal samen mogen zijn om God te loven en te prijzen. En het volgende lied dat we gezien is: de zon komt op, maak de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor u. Heer, wat er ook gebeurt, ook in het nieuwe jaar, en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen.
zitten. Wees welkom, Bob. De tiende weer. Dan de hele tiet. Nou, fijn dat jullie er allemaal zijn. En lieve mensen, inderdaad, wij we hebben zojuist achterhoek gebeden. En we stellen een voorgave van het nieuwe jaar. En nu nog in het oude jaar. En ik zou graag met u willen delen. Er zijn zeg maar slechts twee manieren om je leven te leven. En Albert Einstein, een beroemde wetenschapper, wel bij iedereen bekend, die zegt: eerst het doen alsof niets een wonder is, of doen alsof alles een wonder is. En voor vandaag wil ik jullie allemaal uitnodigen om je te verwonderen over alles. Verwonderen over de wonderen die je hebt mogen ontvangen dit jaar. De grote en de kleine misschien wel. En jouw verwondering zal vanzelf omslaan in dankbaar. En ik wil ieder oproepen, ook vanmorgen. Toon je dankbaarheid in gebed. Geef je dank aan de Heer. En dan sluit ik af om de dienst ook aan de Heer op te dragen. Voor zover mogelijk zullen we uit eerbied en respect ook voor onze hemelse Vader opstaan. En voel je vrij om te wonderen, te gedenken, waardoor je dus echt dankbaar mag zijn voor datgene wat de Heer God in het afgelopen jaar voor jou heeft gedaan. Voel je vrij. Dank u wel dat we hier mogen zijn, om u te loven en te prijzen. Dank u wel voor het afgelopen jaar. U hebt onze gezondheid gesloten dat we hier kunnen zijn. Dat is ook een groot wonder. Maar dank u wel dat u hier bent. Dat is het grootste wonder. Dank u wel dat u mogen loven en prijzen. We mogen ook het komende jaar in uw hand geven. Want we weten dat u in alles het laatste woord heeft. En we danken u dat we niet op het omstandigheden hoeven te zien, maar dat we ook u mogen zien. Want u bent de verlengde van ons geloof. Dank u wel voor uw liefde die we elke dag mogen ervaren. Dank u wel dat u elke dag weer bent om ons kracht en sterkte te geven in onze omstandigheden. We danken u vooruit en voor het komende jaar en voor ons leven. We mogen het elke dag van u verwachten. Halleluja. Amen. God van trouw, u verandert nooit. Dat heeft u bewezen, ook het afgelopen jaar. U heeft ons gedragen. U heeft ons aangemoedigd. U heeft ons gestimuleerd. Vader, dank u wel voor uw betrokkenheid in ons privé, in onze privélevens. Dat u zo nabij wilt zijn. U wilt in ons zijn. Vader God, wij kunnen u alleen maar loven en prijzen en danken. O Vader, u bent zo goed voor ons. En Vader, wij weten ook dat er verdrietige dingen gebeurd afgelopen jaar. Hemelse Vader, en daarom zijn we ook weer blij met de troosten die u ons heeft gezonden. Vader, want u kent ook onze moeilijkheden, onze strijd en onze dingen waar we last van hebben, dat weet u. Maar u bent heel dichtbij. En ook het volgend jaar mogen schuilen onder uw vleugels. Wat een veiligheid. Want niets kan ons scheiden van de liefde van God. Want wij zijn in hem geborgen. Halleluja. Amen. 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 Ja, Heer, als we terugzien op het afgelopen jaar, Heer, dan kunnen we alleen maar vervuld zijn met dankbaarheid. Dank u nu voor die gewone dingen, Heer, waar we alle dagen te eten hadden en dak boven ons. Heer, allemaal.
Heren, wij zijn u dankbaar voor deze zaken, Heren. Dank u dat we hier altijd mochten zijn, Heren, onder het woord, Heren, en dat prijzen in de loop. Dank u wel. Altijd. Halleluja. Vader God, dank u wel. Dat u God bent, Heer, in de dagen die er zijn geweest. Ja. Dat u God bent geweest op de bergtoppen. Heer, u bent God geweest, Heer, in het verdriet, in de rouw, in de pijn, maar ook in de blijdschap. Heer, in de gezondheid, in het ziek zijn, bent u God geweest. Heer, want u draagt ons. Heer, ik wil u danken, Heer, voor mijn gezondheid, de gezondheid van mijn gezin. Heer, dank u wel, Heer, dat u bij mijn familie bent, Heer, in Israël. Dat u ze beschermt, Heer. Heer, u kent hun hart en u kent hun verdriet, Heer, de onmacht. Heer, dat ze soms niet weten, Heer, waar we te zoeken, Heer. Heer, wilt u zich aan hen openbaren, Heer. Heer, want u bent ook voor hen gestorven, Heer. Heer, en bovenaan wil ik u danken, Heer, voor uw trouw. Heer, dat u ons draagt. En dat u laat merken, ik ben er. Dank u wel voor de wonderen die we mochten meemaken, Heer, als gezin van het afgelopen jaar, Heer. Heer, waar geen wegen waren, Heer. Heer, en wauw, Heer, dat u wegen hebt gemaakt, Heer. Ja, Heer, dat u zelfs verder dan wij dachten, Heer, dat u hebt voorzien, Heer. Heer, wil ik u ook verloven en prijzen. Heer, u vraagt van mij, Heer, van ons, neem je kruis op en volg mij. Neem mijn juk op je schouders en leer van mij. Heer, dank u wel dat u er bent, Heer, in goede tijden en in slechte tijden. Dank u wel, Heer. Heer, voor uw trouw, Heer, dat u mag vertrouwen in alles. In alles, Heer, dank u wel. Amen. Heer, ik wil u ook bedanken en prijzen voor dit jaar. U zich groot hebt gedaan van mijn leven, Heer. Elke keer dat ik mezelf beschuldigde van dat ik niet goed is, dat u elke keer weer gezegd hebt, hou van je, ga maar gewoon verder, ik ben bij je. Heer, ik heb een huis genoeg gekregen, Heer. Ik mocht groeien in u, Heer. Ik mocht zoveel mensen over u vertellen, Heer. Heer, dank u wel, omdat ik dat doorheen deed, Heer. Want dat was ik niet, Heer, dat was u, Heer. Dank u wel dat ik zo licht en zout mocht zijn, Heer. Dat ik mocht groeien en mocht herstellen, die leugens mocht afleggen, Heer. Die er in mijn denken zaten, Heer. Heer, ja, verder gelijk met u op de weg naar u, Heer. En ook voor komend jaar, Heer, ik wil blijven groeien in u, Heer. Dat u groot bent in mij, Heer, dat u kleiner wordt. Ik wil u loven en ik prijs en heel van alle gebedsverhoringen die ze waar hebben. Heer, het huisje wat Martijn heeft gekregen, Heer, ik heb ervoor gestreden, Heer. Heer, dat vandaag krijgt u besleutel. Ik wil u loven en ik prijs, Heer. Gebed heeft zoveel kracht, Heer. Dank u wel, Heer, dat ik dat ook elke keer weer mag doen en dan mag uitstrekken, Heer, dat u en u groot mocht maken, Heer. Want u bent altijd groter dan het probleem, Heer. U bent altijd herstellen, Heer, dat hebt u ook dit jaar in mijn leven laten zien, Heer. Heer, ik wil u dan lovend uit en prijzen, Heer. Heer, u bent groot, u bent machtig, Heer, dat genade, hier zijn we uw kind, Heer. Heer, dat mocht ook dit jaar ervaren, Heer. En het genade mogen we die genade weer uitdelen, Heer. Dat mocht ik gisteren, Heer, ook bij elke keer doen, Heer. Dank u wel, Heer, dat ik daar mocht zijn. Dank u wel dat ik zie dat u daar aanwezig bent. Heer, en dat ik daar weer zoveel liefde van u mocht toevoegen, Heer. Dat was zo groot. Heer, het is alleen maar van u, Heer. Heer, en ik ben zo dankbaar om daar aan te mogen zijn, Heer. En u het woord te mogen houden. U wilt zoveel doen, Heer, door ons heen, Heer. En door mij. Ik wil daar geloven aan kunnen prijzen, Heer. Dat u was groot, Heer. En dat wel dat u mij kleiner maakt, Heer. Elke keer weer. Heer, Jezus. Ja, Heer, ik dank u dat ik dit hele jaar met ruim gegeven heb. Ook met het ziekte en ook met alle dingen die ik mee moest maken. Heer, maar ik hoop wel dat ik een heel goed nieuw jaar mag hebben. En dat ik hier verder mogen wezen, zodat we zo'n gemeente ook waar ik mee dat ik kan mogen weten. En dat ik altijd voor me klaar stond en u die dingen dat het nodig was. Heer, ik dank u ervoor. Amen. Amen. Vader, ons hart en ziel, Heer,
wat stil hier van uw aanwezigheid en uw betrokkenheid en uw tegenwoordigheid en toewijding in ons leven. Heer, het is alles genade. En dank u wel, Abba. Eer dat we in dit jaar ook dank u tegen u mogen zeggen. En straks als het nieuwe jaar begint, heren, heren, de eerste tel van het nieuwe jaar, dat we ook dank u mogen zeggen. Heren, want u bent met ons en u zult met ons gaan, heren, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Heer, want heer immers, u bent trouw. Heer, dat is uw karakter. En dank u wel, heren, dat u ons, heren, wil meenemen. En daar, heren, waar we moeite hebben, heren, sterk ons. Geef ons uw kracht. Heer, als we knikkende knieën hebben, help ons niet te strekken, zodat we kunnen lopen en wandelen. Heer, en dat we onze armen, heren, naar u uitstrekken. En dank u, heren, dat u ons leert, van waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van u, die hemel en aarde heeft gemaakt. O Vader, dank u wel. Heren, dat onze broeders en zusters ook mogen gedenken, heren, die vervolgd worden om hun geloof. Wees hen krachtig naar mij. Heer, wees hun bescherming. En bovenal laat u de omgeving merken dat u de levende God bent. Dank u, Heer, voor het volk Israël. Dat u het volk vasthoudt. Heer, en dat u ze, Heer, alsjeblieft, tot in het diepst van hun wezen wil ontmoeten, omdat zij hem ontmoeten met de Messias zullen hebben. Dank u, Heer, voor uw bescherming ook. Te midden, Heer, van wat er allemaal nu gebeurt. Heer, we mogen weten op grond van uw woord dat u uw volk vasthoudt. Heer, en we blijven biddend achter uw volk staan. Dank u, Abba, dat u, Heer, in het afgelopen jaar deze uw gemeente, de Philadelphia Pinkster Gemeente, Heer, hebt geschonken en bereid om datgene te doen wat u behaagt. En ik bid u in het bijzonder, heren, voor het nieuwe jaar. Vader, dat we datgene zullen doen dat nog groter en machtiger is, heren, dan dit jaar. Om uw Zoon, Jezus Christus, te verheerlijken. Heren, dat sneek en omstreken getuigen zal zijn dat Jezus Heer is. Heren, dat de straatstenen en de hemel, heren, zal getuigen dat Jezus leeft in eeuwigheid, heren. Glorie voor uw naam, Heer. Dank u wel, Heer, dat we deze ontmoeting in uw machtige hand mogen leggen. En erop vertrouwen, Heer, Heer, dat de woorden, Heer, die we van u mogen ontvangen vanmorgen, Vader, dat het baanbrekend zal zijn in ons leven, Heer. En dat het ondersteund wordt, Heer, met de begeleiding van uw Heilige Geest. Zo bidden we dat in Jezus' wonderbare naam. Halleluja. Amen. Amen. Broeder Piet, in het bijzonder ook voor jou. We weten dat je verbonden bent al de hele tijd met de gemeente. En ik ervaar ook onderweg hier naartoe op de fiets. Dat ook vanmorgen weer een speciale ontmoeting mag zijn met jou als instrument in dienst in de handen van de Heer. Voel je vrij. God zegen. Ik wil zingen van mijn Heer, zolang als ik leef. Ik wil hem eren, mijn God, zolang als ik ben. Hij is zo groot. Elke keer als ik aan hem denk, maakt het me blij, maakt het me blij in de Heer. Voor zover mogelijk proberen te staan. Thank you.
oor voor uw liefdevolle stem, die aan mij zegt, ik hou van jou, mijn kind, kom bij mij. Oh.
zodat ik uw stem hoor. Open mijn hart, Heer, opdat ik uw gehoor zou. Thank you.
Kom maar naar voortje. Oh my gosh. Gedicht. Elke dag. Een dag van God. Elke dag een dag van God. Die Hij zelf ons geeft. Ook al zien wij om ons heen veel benauwdheid en geween. Dat ons hart vaak beeft. Toch is Hij er elke dag. Als het licht ontwaakt. Hij die al leeft, omspant. Hemel, zeeën, bergen, land. Alles heeft Hij gemaakt. Elke dag draagt Hij de aard. Vol van haat en zonden, ontferming en genade, slaat Hij alle mensen gaan. Wie kan dat doorgronden? Hij doorgrondt en kent mijn hart, weet mijn angst en beven. Duizend vragen, altijd weer, maar ook dat ik diep begeer om met Hem te leven. Elke dag, een dag van God, blijf een eeuwig wonder. Wat ik ook in leven mis, als mijn God wat bij mij is, ga ik niet erom. Halleluja. Halleluja. Amen. 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 Dankjewel. Dan wil ik Rahim graag naar voren roepen. Dank u wel, jongeman. Graag gedaan. En Piet en Farouk. Zo, Raïd, je hebt nogal plannen. Ja, wat mij persoonlijk althans enigszins niet verbaast. Oké, okay. Dat wordt beter. Maar we kennen elkaar natuurlijk al een beetje. Ja. Deze jonge man gaat een hele verre reis maken. Naar een land waarvan ik denk, wat zoek je daar toch? Al is het alleen al om het eten bijvoorbeeld. Ze hebben geen stamppot, ze hebben geen aardappels. En ik weet niet wat voor kikkers eten ze dan gewoon. Oh, dat is China. Dat ligt er ook allemaal in de buurt. Onze jonge vriend die gaat naar Japan. Japan. Nou, verbaast u dat? Nee. Sarahid, enigszins een beetje kent. En ik hoor van je vader, die spreekt ook wel aardig Japans, hè? Ja, wauw.
Ongelooflijk. Voor mij zijn het allemaal tekens met huisjes en kruiden en stokjes. Ik weet het zelf ook niet wat het allemaal inhoudt. Hoe bestaat het dat je dat allemaal in dat esterbolletje krijgt? Nou ja, stampen. Ja, gewoon stampen. Huppatee, stampen. En wat ga je daar doen dan? Ik ga daar wonen en werken. Eerst voor 3 maanden. En zien hoe het daar gaat. En als het natuurlijk leuk is en het gaat goed daar, dan blijf ik er lang. Hij gaat wonen en werken. Nee, dat kun je ook hier. En we hebben de ouders maar 2 kinderen. En dan gaat ook wel 1 heel ver weg. Dus op bezoek zit er ook zo niet eventjes in. Maar je vader is natuurlijk wel een goede job, die kan makkelijk wat mee. Dus het zal rust wel goed komen als hij langer dan 3 maanden blijft. Dus die 3 maanden is eigenlijk een testcase. Ja, gewoon niet even proeven. Oké. Nou, daar heb ik even over nagedacht. Dan heb ik hier dat wil ik graag samen met de gemeente aan je meegeven. Desmorgens, dus niet in de middag, ook niet in de avond, aan het begin van de dag. Voordat het hele drukke leven in Japan, want ik heb al eens gehoord, men heeft ook een slaaptekort daar in Japan, klopt dat? Bij bepaalde sectoren wel, ja. Vooral de administratieve en business sector. De business sector, nou ja, Japan is voor mij allemaal business. Oh, ja. Nou, dat wou ik niet, maar het is wel een groot dingetje daar. Ja, en je gaat ook naar Tokio geloof ik, hè? Ja, Tokio. Ja. Maar ze gebruikt Tokio ook wel eens, maar dan ja, in een andere zin. Ja, ja, Tokio. Ja. Heb je ook wel een woning in zo dan? Ja, ik heb een verblijf als ik een regelen. Zo. Nou, maar goed. Desmorgens, dus voordat de dag begint, in de morgen, leg ik het u voor. Dus niet aan mensen of aan je vrienden wie je daar gaat krijgen of hoe dan ook of wie dan ook. Of als je 's morgens eerst een appje doet met je vader en moeder of met je zus of met wie dan ook. Dus 's morgens leg ik het u voor. En dan staat er ook nog iets achteraan. Maar kijk, het voorleggen, dat betekent natuurlijk, we brengen ons leven en vooral ook die 3 maanden als een soort testcase, we leggen het bij de Heer neer. Maar daarmee houd het nog niet op, want kijk, kun je zeggen, nou, het is bij de Heer, dan is het in goede handen. Klaar. Punt. Ja. Ja. Dan doe je. Dan staat het, des morgens leg ik het u voor en ik zie uit. Wat gaat er gebeuren met die 3 maanden met mijn leven? Want ook voor ons zal het een verrassing zijn, voor je ouders zal het een verrassing zijn. Wat gaat er gebeuren met Raïd? En wat gaat er na die 3 maanden gebeuren? Komt hij daar weer terug? Want dat is eigenlijk een beetje de testcase. Als er 3 maanden geen duidelijkheid is, komt hij weer terug. Maar als het allemaal zeker wordt en duidelijk krijgt, dan gaat hij door, want hij heeft een visum voor 1 jaar. Ja. Zo, nou. Dat is spannend. Heel spannend, ja. En je bent nog lekker jong, oud van een uitdaging. Je ziet geen problemen, maar je ziet oplossingen, uitdagingen. Geweldig. Dus, dat wil ik je graag samen met de gemeente meegeven, Raïd. Desmorgens leg ik allereerst de Heere voor. En dan ga ik niet achteroverleunen en ik kijk wel wat er gebeurt. En ik ga zelf mijn best doen, moet je natuurlijk ook. Maar ik ga wel uitzien, hoe gaat de Heer dat nou handen en voeten geven? Ja. Ja. Nou. Oké. Okay. Zullen wij onze jonge vriend aan de Heere toevertrouwen? Vader, wat is het leven ook bijzonder en verrassend. Want enigszins zou ik zeggen, het verrast mij wel aangaande tijdstip. Want ik wist natuurlijk wel het een en ander dat het in zijn hart leefde. Maar de eerste dag van een nieuw jaar stapt hij op een vliegtuig voor een grote trip, en voor mij althans, een totaal onbekend land. Ja, je hebt er wel van gehoord en gelezen, en wel eens over zending gehoord, en wat broeders erop uitgezonden. Maar hier, het blijft toch altijd een land, een cultuur, een traditie, een volk,
zo ver, althans van mijn bed afstaat. En Raïd gaat als jongeman die uitdaging aan. Heren, gaat u met hem mee. Behoed en bewaar hem op de wegen die hij gaat. Want ach, Heer, de gevaren liggen zo dichtbij. Wie kent het programma van ons leven? Maar Heere, laat Psalm 91 werkelijkheid worden dat u mag schuilen in de schuilplaats van de Allerhoogste. Dat onder hem eeuwige armen zijn om hem te dragen, om hem te sterken en om te leiden. Heere, wat de bedoeling ook mogen zijn, Heere, wees met hem. En laat het slagen. Dat het mocht slagen, want zijn hart is brandend om te gaan. En wij zijn verrassend om te kijken waar gaat het naartoe. Maar Heer, wij geven het mee. Desmorgens wil Raïd het aan u voorleggen. En geheel ontspannen, niet gespannen, ontspannen wel uitzien. Hoe gaat u dat nou invullen? En wij leven Raïd met je mee. In gebed. Misschien op een andere manier, of wat voor manier dan ook. Ga onder Gods zegen. Hij gaat met je mee. En we zien uit wat het gaat worden. In Jezus' naam, Raïd. God zij met je. Amen. 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 Nou. Ja. Toen ik juist vanuit mijn laatste dag bij PostNL als pakketbezorger aan het werk was en ik ging terug richting de depot om mijn beurs in te leveren, kreeg ik een liedje te horen van Phil Collins. Jij kent wel Phil Collins toch? Ik hoop wel. Ja, het is wel goed, je hebt het nooit. Van I'll Be In Your Heart. Open Your Heart. En van thuis. Ik kreeg ook een brief binnen van Beryl, van zus Beryl, ken die ook al, vanuit Engeland. Er zat ook een hele mooie tekst in. Als je in Japan bent en je gaat je leven erop houden, God zal met je zijn, met elke stad die je zet. Nou, ik heb een kleindochter die is zojuist teruggekeerd van 3 maanden uit Japan. Ik heb op DTS geweest, hier 3 maanden in Noorwegen. En toen zijn ze al laatste nog een trip gehad, 3 maanden in Japan. Nou, dat was een bijzondere ervaring. Raïd, de lengte heb je al van in Japan. Met die grote Hollanders daar. Hij heeft de lengte al een beetje. En ook de zwarte kop zo. Nou, we zien uit, jongen. God zegen. Maar wat ga je naar doen? Dat vraag ik mij af. Ja, wonen en werken. Wonen en werken. En kerk. En kerk, ja. Klopt. Wat voor werk ga je doen? Dat mag blijven staan. Nee, postbezorgen nemen. Nee. Dat is een grote verrassing. Ja, dat weet je nog niet. Nou, dat weet ik eigenlijk zo bedrijf nog niet. Oh, ik ga iets nog spannend. Ik neem alles nog wat aan in het begin. Oké. Okay. Ja, dus, met alle roes. Ja. Broeders en zusters, de laatste dag van 2023. Het is al vele malen vanaf deze plaats gezegd en naar voren gebracht. En een van de kenmerken, is ook al gezegd, is dankbaarheid. Zo'n laatste dag is voornamelijk ook voor de Joden, maar dat heb ik zelf ook al vele jaren altijd al toegepast.
noem ik ook een dag van evaluatie. Terugzien en de zaak weer eens opnieuw bekijken. Nou, dat kan in je eigen leven. Hoe is mijn eigen leven het afgelopen jaar geweest? Als je getrouwd bent, kun je zeggen, hoe is mijn huwelijk geweest het afgelopen jaar? Als je kinderen hebt, kun je zeggen, hoe is het gezinsleven geweest? Familieleven? Hoe is mijn leven op mijn werk geweest? Hoe is het leven met mijn vrienden geweest? Met mijn familie? Nou, met mijn collega's, met mijn buren? Noem maar op. Terugkijken. Evalueren. En wat kan ik er eventueel van leren en mee te nemen in het nieuwe jaar? Wat kan ik verbeteren? Wat moet anders? Het kerkelijke leven hoort daar natuurlijk ook bij. Hoe was mijn bezoek bij de samenkomst, de bidstonden, de bijbelstudies, de omgang met mijn broeders en zusters? Nou, noem het maar op, een schala aan zaken waar wij eens op terug kunnen kijken en dus op over na kunnen denken. Ik heb dat alle jaren gedaan. Eerst ook met mijn gezin. Later toen ik alleen met, maar het laatste jaar ook met Joke. En nu doe ik het ook met Bea. Dan kijken we terug. En het nieuwe jaar begin ik altijd met Psalm 91. Een beetje traditie, gewoonte. Maar broeders en zusters, ik wil met u ook even terugzien, maar dan niet het afgelopen jaar. Eigenlijk nog heel kort. En vers in ons geheugen ligt. Want ik heb inmiddels al wel gehoord, al een aantal keren, dat de kerstfeest was fantastisch. Er was heel veel inbreng van verschillende broeders en zusters. Nou, daar wil ik eigenlijk mee beginnen. En tegelijkertijd ook vooruitzien. Want ja, morgen, dan staan we weer aan het begin van een totaal nieuw jaar. Wat zal het nieuwe jaar ons brengen? Ook weer spannend. Wat zal het nieuwe jaar ons brengen? Ik weet het niet. Wat ik wel weet, een leven ligt in Gods hand. Dus ik wil eens even nadenken over dat feesten. Dat kerstfeest. Want daarna, dan krijgen we Pasen. Krijg je Hemelvaart. Krijg je Pinksteren. Ja. Wat dan daarna? Hoe werkt zoiets? Nou, ik wil allereerst met u beginnen uit een gedeelte uit Galaten. Daar wil ik graag eerst eens even met u beginnen. Galaten, hoofdstuk 4. Want ik wil me natuurlijk niet alleen richten op wat achter ons ligt, maar ook gezien de tijd waarin we leven. Spannende tijden. Ik heb begrepen dat er ook belangrijke verkiezingen aankomen. Dat ook belangrijk is voor ons wereldgebeuren. Voor Europa. Want ja, mijn traditioneel denken is, ik ben Nederlander. Een Hollander. Ik ben geboren in Nederland. Maar we maken natuurlijk zo langzamerhand ook volop deel van Europa. We maken deel uit van een wereld. Met allerlei moeilijkheden, zorgen. Galaten, hoofdstuk 4. En dan begin ik bij het slot, begin bij vers 4. Maar toen de volheid des tijds gekomen was. Dat vind ik ook zo'n prachtige uitdrukking, hè? Die volheid van de tijd. Kijk, die volheid van de tijd, dat zijn belangrijke kenmerken in de geschiedenis. Want we moeten niet vergeten dat toen Malachi zijn pen neerlegde en de evangelisten hun pen weer oppakten, dat was een tijdsbestek van 400 jaar. Nou, dat vind ik ongelooflijk lang, 400 jaar. En dat is eigenlijk iets waar de Bijbel niet over spreekt, over die 400 jaar. Dan moeten we eigenlijk in de buitenbijbelse bronnen moeten we zijn. Nou, we hebben allemaal wel gehoord van de Chanukka-feest. Nou, dat is ongeveer ook een kenmerk dat in die tijd daar plaatsvond.
onder Antiochus Epiphanes, die vrede koning die daar de tempel en alles ontheiligde. En toen de Maccabeën daar een strijd aanbonden en uiteindelijk de overwinning hebben behaald, vonden ze nog een klein beetje olie. En dat bleef dus ook 8 dagen bleef dat branden. We zeggen ook dat was een hele duistere periode. Een tijd dat God zich niet openbaarde. Althans, voor het oog. Maar God was wel degelijk aanwezig. En dan op een gegeven ogenblik, dan is daar die volheid van de tijd. Dan is daar het moment dat God weer gaat ingrijpen in de geschiedenis. En broeders en zusters, dat is iets dat kan ik eindeloos van genieten. Want we leven in zulke spannende tijden. We weten niet hoe wat het jaar 2024 ons gaat brengen. We weten wel wat het jaar achter ons wat dat heeft gebracht. Maar hoe gaat het eindigen in Oekraïne? Hoe gaat het eindigen in Israël? Wat gaat het worden met de wereld? Wat gaat het worden met ons land? Wat gaat het worden met onze regering? Met Europa? Wat gaat het worden? Wat gaat het worden met mijn leven? We weten het niet. Maar één ding weet ik wel. God is een God van de geschiedenis. Hij, wanneer zijn tijd gekomen is, grijpt hij in. Dat heeft hij in het verleden gedaan, maar dat gaat hij ook doen in de toekomst. Toen de volheid des tijds gekomen was, dat was dus een moment in de geschiedenis, dat God de Vader zei, en dit is het moment dat ik mijn zoon laat geboren worden. Nou, we hebben het allemaal de afgelopen tijden volop van gezongen en overgehoord. Toen de volheid destijds gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, omdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. En dat gij zonen zijt, God heeft de zoon, geest zijn zoons uitgezonden in onze harten, die roept, Abba Vader. Gij zijt dus niet meer slaaf, doch gij zijt zoon. En die gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God. Weet u eigenlijk wel, besef je eigenlijk wel als je dit leest, broeders en zusters, wat Paulus hier doet? Hij begint allereerst met kerst. Toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, een maagd, Maria. Kerst. Maar, zegt Paulus, en gaat even door. Om die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. Het bleef niet alleen bij kerst, zegt Paulus, er kwam ook Pasen. En dat betekent vrijkopen. Jezus Christus is aan het kruis gestorven om ons vrij te kopen. Opdat wij, u en ik, zonen van God zouden zijn. Pasen. Maar, daar stopt hij niet mee, dan gaat hij door. En dat gij zonen zijt, vers 6, God heeft de geest zijn zoons uitgezonden in onze harten, die roept Abba Vader. Gij zijt dus niet meer slaaf, dat zoon. En dan zegt hij, als je nou zoon zijt, dan zeg je ook nog een erfgenaam door God. Pinksteren. Pinksteren. Wat doet Paulus eigenlijk? Hij spreekt hier over kerst, Pasen, Pinksteren in één dag. Voor Paulus is er geen afstand of tijd of dagen. Vandaar ook dat hij in de Romeinenbrief zegt, wie de dag waarneemt, die neemt hem waar de Heer. Toen ik pas tot bekering kwam, en ik kwam met Joke en de schoonouders in aanraking, ja, die waren wat ter de zondag invulling, waren ze veel ruimer en veel vrijer. Ik niet. En toen had ik veel moeite met de praktische invulling, let wel wat zeggen, de praktische invulling op zondag. Geen fiets pakken, niet voetballen, niet zwemmen, niks kopen, nou, al dat soort dingen meer. En dan zei mijn schoonvader wel eens, jongen, de dag des Heer is gemaakt al eerst op om de mens. En wie de dag waarneemt, die neemt hem waar, de Heer. Nou ja, doe maar. Maar hier zegt Paulus ook, kerst, Pasen,
En Pinkster, hij noemt het in één adem. En ook nog op een prachtige wijze. Dat Heer Jezus allereerst gekomen is om de mensheid verlossing te geven. En dan gaat hij dan naar het kruis, opdat een ieder die in hem gelooft, een zoon en een dochter van hem mag worden. En dan hebben we daar Pinksteren, daar roept een Abba Vader, en dan zijn we niet alleen zoon, maar dan zijn we ook nog een erfgenaam. Van wat? Nou, broeders en zusters, Abraham was een erfgenaam van de wereld, van de aarde. En wij zijn ook volgelingen van Abraham, geloofsgenoten. We mogen ook geloven in diezelfde God, want Abraham was een vader voor de volkeren. Dus broeders en zusters, ook wij zijn erfgenamen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nou, als je momenteel naar die aarde kijkt, oh, lieve mensen toch. Ja, goed, wij leven nog zo bevoorrecht. Ze praten over dankbaarheid. Nou, ik hoorde broeders in een dankbaarheid zeggen over een huis, over kleding, over eten, drinken en noem het allemaal maar op. En de reden die we dan ergens nog hebben, in hoeverre het mogelijk is. Maar wie geeft de garantie dat het zo blijft? Wie geeft de garantie? Ik kan niet kijken in het hart van die wereldleiders. Maar dan moet er zomaar in de kop dwars hebben. En verkeerde dingen doet. Dan zit je ook in de nadigheid, lieve mensen. Waarom zit Europa bezig met defensieuitgaven om dat allemaal te verhogen? We hebben jaren geslapen. Totdat Poetin ons wakker schudde. Ja, we moeten eigenlijk, op een aantal politieke partijen, nou, we moeten eigenlijk ook eens wat doen aan die uitgaven. Ja, menselijkerwijs, maar broeders en zussen. Onze hoop, en dat is de kracht van het christendom, dat wij geloven in een God die de wereld in zijn hand houdt. En die uiteindelijk een moment zal bepalen, en ik weet niet wanneer dat moment zal zijn, maar dat hij zal ingrijpen in de geschiedenis. Maar nu kom ik eigenlijk een beetje tot het doel van mijn boodschap. Ik heb al eigenlijk een beetje een schot voor de boeg gegeven naar twee bestuursleden. En de derde zit hier rechts van me. Ja. Nou, die is er ook wel bij de les. Zijn oren zijn ook best wel scherp. Wat ik nu ga verkondigen verder, dat ga ik niet als een wet van meden en persen brengen. Laat dat even duidelijk zijn. Ik wil het u allen meegeven, ook mijzelf, om daar eens rustig over na te denken. Om eens voor te bidden. Om eens te kijken van ja, heeft dat ook niet een plek in de kerkelijke kalender? Heeft dat ook niet een plek in ons gemeenteleven? En ik heb het niet over de praktische invulling hoor, echt niet. Daar gaat het mij niet om. Het gaat mij om de geestelijke betekenis. Daar gaat het mij om. Wel nu. We komen nu tot de kern van de zaak. Zacharia. Zacharia hoofdstuk 14. O, lieve mensen. Zijn de oren gespitst? Zijn de theologen wakker? Wat gaat broeder Bakker dan nu allemaal zeggen? Wat gaat hij ons leren? Nou, ik breng het echt. Gewoon in alle vrijheid, in alle ruimte, ga er gewoon gebiddend over nadenken. En ik zou zeggen, over de praktische invulling zal ik het echt niet hebben. Zacharia hoofdstuk 14. Allereerst vers 9 vind ik al een prachtig vers. Oh, lieve mensen. Die profeten zijn zo prachtig. Zijn zo schitterend. Echt. Ik ben dus een aantal jaren in Brazilië geweest waar ik alle kleine profeten behandeld. En ik zou de kleine profeten, en ook de grote profeten, zou je zo kunnen kopiëren op de tijd van vandaag. Echt. Zacharia hoofdstuk 14 al eerst vers 9. En de Heere zal koning worden over de gehele aarde. Ten dien dagen zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Natuurlijk zeggen wij, ja, maar de Heer is toch koning? Ja, maar er zal een moment in de geschiedenis komen dat hij zal terugkeren. En broeders en zusters, als ik Zacharia nog eventjes bij me hou, dan lees ik dat er op gegeven ogenblik staat, de vele naties
en de machtige volken zullen komen om de Heere der Heerscharen te zoeken. Maar waar gaan ze hem zoeken? In Amsterdam? In Moskou? In New York? In Washington? In Japan? In Tokio? Waar dan ook? Nee, de natiën en de volkeren zullen samenstromen en ze zullen de Heere der Heerscharen te Jeruzalem zoeken. En de gunst van de Heere afsmeken. Ja, want er zal iets bijzonders zijn, zo zegt de Heere der Heerscharen. In die dagen zullen 10 mannen uit volken allerlei taal vastgrijpen de slip van een Judeese man. En ze zullen zeggen, we willen met u gaan, we hebben gehoord. En we hebben gezien dat God met u is, Zacharia hoofdstuk 8 het slot. Geweldig! Maar het gaat om één middelpunt. Niet alleen het hemelse Jeruzalem, maar ook het aardse Jeruzalem. Jeruzalem. En de Heer zal koning worden over de gehele aarde. Ten die dagen zal de Heer de enige zijn en zijn naam de enige. Er zal een moment komen dat hij zal terugkomen. En als dat nou een duizendjarig rijk is, of straks in de eindtijd als hij volledig zal terugkeren, en de gemeente zal thuishalen, er zal een moment in de geschiedenis komen. God zal ingrijpen. En Israël, het land der belofte, zal daarin een belangrijke rol spelen. Dan gaan we nu naar vers 16 van Zacharia hoofdstuk 14. En een scherpe hoorder ziet al waar ik naartoe wil, of een scherpe lezer. Vers 16. Allen die zijn overgebleven van al de volken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heen trekken om zich neer te buigen voor de koning der Heere der Heerscharen. Dat is één. Men zal moeten erkennen dat Jezus Christus de Heere der Heeren is en de Heere der Heerscharen. En daarna zullen ze samen het loof met een feest vieren. Nu komen we op glibberig terrein. Want dan zult u misschien denken en zeggen, nou, de wakker die wil ook dat we weer in een tent gaan zitten, loof met een feest gaan vieren. Lieve mensen, dat zeg ik helemaal niet. Maar ik denk wel bij mezelf, waarom ontbreekt nou in een kerkelijk kalender dit belangrijke feest voor ons als christen? Want het heeft eigenlijk, dat Loofhuttenfeest heeft twee betekenissen. Twee hele belangrijke betekenissen. Allereerst als oogstfeest. Dat als Jezus zal terugkomen, dan zal hij de schapen en de bokken verzamelen. Oh lieve mensen, ik begrijp niet hoe of God dat allemaal zal doen. Want er zijn toch wel wat de mensen geleefd hebben er op de aarde. En wat leven er nu nog aan mensen? Miljarden mensen. En misschien dat er nog zullen komen. En God zal ze allemaal één voor één beoordelen. Oordelen. En hij zal ze scheiden. De schapen en de bokken. De een aan zijn rechter, de ander aan zijn linkerhand. De grote oogst. Trouwens, de Bijbel zegt nu ook nog over een oogst. De oogst is groot. En de arbeiders zijn veel. Ja. Ik ben goed bij de les. Arbeiders zijn. Maar ook in de eindtijd, als God zal terugkomen, zal dat oogstfeest zal aanbreken. Dat is de ene betekenis van dat Loofhuttenfeest. Maar de tweede betekenis is dat Israël dat Loofhuttenfeest moet vieren als een gedachtenis, als even terugzien, terugkijken op de tijd dat ze in tenten wonen daar in die woestijn. Nou, broers en zusters, wij wonen natuurlijk niet in tenten. Maar ik woon wel in een tent. Het is een vergankelijke tent. Die is vergankelijk, die moet ik straks afleggen. Die moet ik afleggen. En ik wil graag een paar gegevens aan u meegeven. Niet alleen uit het Oude Testament. Want ach, dat spreekt heel veel over het Loofhuttenfeest. Maar ik wil graag even een paar gedeeltes met u meegeven aan de hand van het Nieuwe Testament. Allereerst Johannes hoofdstuk 1.
mensen. We hebben natuurlijk hierachter wel een mooie gelegenheid om een lofwoord te maken. Dat hoeft van mij helemaal niet. Het gaat mij om een stukje bewustwording. Zo zal ook deze boodschap zijn. De drempel van het nieuwe jaar dat we ingaan. Dat we ingaan dat God zal terugkomen om zijn oogst binnen te halen. En ten tweede, dat wij in een tent wonen. Onze aardse tent die straks zal moeten worden afgelegd. Johannes hoofdstuk 1 vers 14. Het woord is vlees geworden en hij heeft onder ons in een tent gewoond. Dat woordje wonen bestaat letterlijk in het Grieks getabernakeld of tent. De Heer Jezus, hij kwam naar deze wereld en hij tabernakelde onder het volk Israël. Hij sloeg zijn tenten op. Hij sloeg zijn, net als op de berg der verheerlijking, als daar zo'n heerlijk moment is dat Gods hemel is neergedaald, dan zegt Petrus, Heere, laat ons drie tenten opslaan. Drie, die sprak ook al, die dacht ook al in tenten. Een tent betekent dat God onder zijn volk kwam tabernakelen, kwam wonen. Johannes hoofdstuk 7. Hoofdstuk 7. Ongeloof van Jezus' broeders. En daarna trok Jezus rond, vers 1, in Galilea, want hij wilde zich in Judea niet ophouden, omdat de Joden hem trachten te doden. Nu was het feest van de Joden, Lofutten, nabij. Maar we gaan het allemaal niet lezen. De Heer Jezus die stuurt aan zijn discipelen om het feest te houden, en hij zegt, ik blijf nog even een poosje hier. Maar dan lezen we in vers 14, doch toen het feest reeds op de helft was, ging Jezus op naar de tempel en hij leerde. En hij was aanwezig op dat feest. Eigenlijk wilde Jezus weer opnieuw ook op dat feest laten zien aan de Joden, aan de Israëlieten, ik ben degene die onder jullie zijn tent heeft opgeslagen. Ik ben degene die zich heeft getabernakeld onder jullie. En het enige wat jullie moeten doen is om in mij te geloven, om mij te accepteren. Als Jezus Christus, de levende, de ware God, de enige die komen zal. Om te oordelen de levenden en de doden. Zoals één Salomo naar die prachtige tempel inwijdde. Op welk feest? Een Lofuttenfeest, want God kwam weer opnieuw wonen onder zijn volk. En broeders en zusters, de geest woont in ons. Maar er zal een moment aanbreken in de geschiedenis dat hij lijfelijk weer opnieuw zich zal tonen. En in heerlijkheid, in macht, zich zal openbaren. En dan wil ik graag als slot met u lezen Openbaringen, hoofdstuk 21. Openbaringen, hoofdstuk 21. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Dan lezen we in hoofdstuk 21 vers 22. En een tempel zag ik hierna niet, want de Heere God, de Almachtige, is haar tempel en het lam. En de stad heeft de zon en de maan niet voor nodig, dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid Gods verlicht haar, en haar lamp is het lam. En de volken zullen bij haar licht wandelen, en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar, en haar poorten zullen nooit gesloten worden desdaags. Want er zal geen nacht meer zijn en de heerlijkheid en de eer der volken zullen in haar gebracht worden.
En in haar zal niets onreins binnenkomen en niemand die gruwelen doet, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens en het Lam. O broeders en zusters, dat is de boodschap die ik u en mijzelf graag wil meegeven. Als we het oude jaar afsluiten en op de drempel staan van een nieuw jaar, wat zal de toekomst mij brengen mogen? Ja, we zingen het zo vaak, mij geleiden des Heren als. Nou, twee dingen heb ik willen meegeven, lieve mensen, broeders en zusters. Dat we allereerst mogen weten dat de oogst zal aanbreken. Dat God alle mensen zal oordelen, levenden en de doden. En dat u en ik bereid moeten zijn om God te ontmoeten. Ik ga straks een liedje van zingen. Amazing Grace. Slavenhandelaar, die in grote nood op zee was en zijn gehele bemanning overboord sloeg en hij alleen overbleef. En dat was het moment dat hij zich bekeerde tot God en later een groot zanger en voorganger is geworden. Amazing Grace. Ben ik bereid om God te ontmoeten, om straks voor hem te verschijnen. De grote oogst zal eens worden binnengehaald. En ten tweede, dan gaat het over de feestschap werkelijkheid worden. Dan zal hij opnieuw in volheid, en we zullen het meemaken en zien, oog in oog, dan zal hij zich onder ons gaan tabernakelen. Op die nieuwe aarde en die nieuwe hemel. Nee, broeders en zusters, u mag voor mij gerust doen wat op die, dat maakt niet uit. Ik kom bij mijn zoon wel eens over de feest vieren, dan gaat het mij ook een stukje bewust worden. Dan citeer ik ook dezelfde gedeeltes die ik nu met vanmorgen met u heb gebeurd. Het gaat om een stukje bewustwording. Ik vraag me wel af, waarom kerst, waarom Pasen en waarom Pinksteren? En waarom niet in dat kerkelijke kalenderjaar, in dat prachtige Loofhuttenfeest, om samen als christelijke gemeenschap terug te denken en na te denken over de tijd dat er eens zal aanbreken, dat Jezus zal terugkomen in grote macht. En heerlijkheid, wat zal dat toch een glorie zijn? Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in de mensenhart is niet opgeklommen. Dat, maar dan ook dat, u weet het, ik niet. Dat heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben. Lieve mensen, dat is de hoop van een christelijke natie. Dat ons leven niet afhankelijk is van een of andere politieke partij of regering of leider. Maar hij zal komen. Dat is onze hoop. En dat is onze kracht. Voor onze kinderen. Voor onze kleinkinderen. Voor ons land. Voor ons volk. Voor onze regering. Voor de wereld. Jezus Christus. En niemand anders. Lieve mensen, God bless. En ik wens u allen gezegend. Heil, veel heil en zegen. Al de termen gebruiken. Veel heil en zegen. Voor het nieuwe jaar. Amen. Amen. Nou, voordat ik het overgeef aan Desiree, ik wil Desiree ook echt bedanken dat ze even ruimte heeft gemaakt. En ik wil graag dat een liedje voor jullie zingen. En samen kunnen we ook mee zingen. Een lied. Heel bekend. Ik heb alleen andere woorden. Is misschien wel even leerzaam. Het zijn andere woorden, want er zijn op dat lied Amazing Grace zoveel tekst, verschillende teksten is er gekopieerd. Misschien even nou iets eerst in de tekst, Amazing Grace, genade van God. Een prachtig lied. Gisteravond is dan even voor Bea gezongen. Genade van God. Hoe loof ik u voor redding onverdiend? Verloren eens, gevonden nu, een blinde die mag zien. Genade toonde mij mijn schuld en heeft mij vrijgekocht. Genade heeft mij met dank vervuld toen ik geloven mocht. Door veel gevaar ging mijn reis, door tegenspoed en kruis. Genade heeft mij steeds geleid, genade brengt mij thuis. Ja, als dit hart, dit vlees bezwijkt, na deze levenstijd,
zal ik beërven in Gods Rijk de eeuwige zaligheid. Raid, knop ervoor. Zieke gezond in Jezus' naam. Werp duivelen uit door de kracht van zijn woord.
breng de tijd niet van liefde in, maar echt Pinkster nog niet. Ja. Zijn we nog Pinkster? Nee, echt wel. Nee? Ik hoor het, nee. Oh, dat is werk, huiswerk voor het bestuur. Zend het licht van zijn woord over zee. Zing van glorie en kracht. Predik Jezus zijn woord en kracht. Breng het licht in donkere nacht. Prachtig het lied of niet? Ja. Mooie tekst, hè? Ja. Ik vond het ook geweldig. Ik heb er alleen even een eigen melodietje op geplakt. Oké, daar komt ie. Right. What's your rhythm? A light rhythm, a hard one. What you can be light, a light rhythm. That's a London, far west over sea. Hey.
mag gelijk op je steken meegeven. Heb ik nou te veel tijd van je genomen? Ja. Op een zondagbank. Vader in de hemel, ook aan het einde van deze dienst willen wij u hartelijk danken voor alles wat we met elkaar hebben gezongen en hebben gehoord ook aan de hand van een prachtig gedicht. Elke dag ook een dag van God. Hier hebben we onze Raïd een zegen meegegeven voor een trip, een reis. Heer, we hebben getracht het woord te brengen en wilt u het verder maar biedend uitwerken in ons leven. Maar één ding is zeker, Heer, u zult terugkomen met grote macht en heerlijkheid. En dan zal de oogst zal worden binnengehaald. En dan zullen wij oog in oog staan. Dan hebben we geen zon en maan en licht meer nodig. Want het land zelf zal onder ons wonen en wandelen. Heer, dat zal een toekomst zijn. Dat we feestmaal mogen vieren met het Lam aan het hoofd, onze Heer Jezus Christus. Nu wandelen wij nog in geloof, maar dan zien wij in aanschouwen. Wat een toekomst. Heer, desalniettemin ben nog gebeden voor de wereld, voor ons land. Laat ons ook in het komende nieuwe jaren getuigen zijn. Breng het licht. Over de zee. Licht van liefde, van macht en van heerlijkheid. Ga zo met ons mee, Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God, onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Totdat Jezus komt. Maranatha. Amen. 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 En is er nu koffie? Ja, dat wordt nog niet. Oh, oh. Oh, slot niet in een collectie. En weet iemand hoeveel collectors we vandaag hebben? Heel goed. Wist jij ook? Dat wist ik ook. Maar ja. Yvonne, wil jij collecten doen? Gaan we een heel mooi zegenlied als afsluiter zingen. En voor zover mogelijk wil ik jullie ook uitnodigen om die mee te zingen en over elkaar uit te zingen voor het nieuwe jaar. Yeah.
jaar. Doe voorzichtig vanavond allemaal. En tot het nieuwe jaar. De koffie en de thee gaan weer langs, zoals mogelijk.